Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. 50 jaar na de première in 1965 komt de succesvolle musical Heerlijk duurde langst van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink terug in de Nederlandse theaters met een prachtige cast. Humor, nostalgie en prachtige liedjes zijn de ingrediënten van dit heerlijke muzikale verhaal over de dagelijkse beslommeringen van het echtpaar Marianne en Ido en hun dochter Pinky. Lone van Roosendaal, Rosalie de Jong en Alfred van den Heuvel onder andere met Heerlijk duurde langst op woensdag 29 april te zien in Helmond. Toneelschrijver Peer Wittenbols schreef de zwarte komedie Suikerland over de doodsangst om aan het leven te beginnen. Het stuk is een liefdevol en genadeloos portret van drie jonge en ambitieuze dertigers. Het gaat over twijfels, angsten, hoop en levensverwachtingen, over weggaan uit Zeeland, de lokroep van de Randstad en het terugkeren naar je geboortegrond. Theaterproductiehuis Zeelandia met Suikerland op donderdag 30 april te zien in Theater Speelhuis. Queen is een van de succesvolste bands aller tijden, met maar liefst 18 nummer 1 hits. De groep stond bekend om zijn complexe, gelaagde nummers en extravagante live shows. De Bohemian Rhapsody Band bestaat uit een cast van zangers, zangeressen, dansers en danseressen uit diverse grote Broadway musicals en een geweldige rockband. De voorstelling Somebody to Love op vrijdag 1 mei te zien in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.